Vandaag staat voetbalclub DVG uit Liemde in het teken van Giro 555. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, dat weet ik ook niet helemaal. Want uiteindelijk gaat het erom dat er natuurlijk vanwege de aardbeving geld ingezameld wordt voor de gezamenlijke hulporganisaties. En RTL dacht dat het leuk was om dan dat in combinatie te doen met sport en met vluchtelingen. En we hebben natuurlijk op Velder een heleboel vluchtelingen zitten die voetballen hier in Liemt. En nou ja, toen was de link gauw gelegd, hebben zij contact opgenomen met de voetbalvereniging hier in Liemde. En toen is de afspraak gemaakt om hier vandaag iets te doen. Wat gaan jullie doen vandaag? Ja, blijkbaar gaan we van alles doen hier. Aha. Ja, vrije trappen nemen. Ik ga met mijn eigen team een demonstratiewedstrijdje doen. En dit is het team? De 13-1. 13-1? 13-1 van DVD. Wie van 13-1 wil even hier komen? Ik. Onze aanvoerster. En wat gaan jullie vandaag doen? Winnen, hopelijk. En ja, geld ophalen. Ja, dat snap ik. Maar wat gaan jullie doen? Waarmee? Ja, wij gaan voetballen. Nee, ja. Dat meende. Ja, dat is slim, hè? Ja, heks. Je bent de slimste ook. Ja, zeker. Maar wat gaan jullie dan doen? We gaan voetballen en hier zijn allemaal spellen te doen. En dan hopen dat we geld op kunnen halen. Hallo. Hallo. How are you? Goed. What's your name? Sahand. You speak very good English. Not so good. Yeah. That's good. You play so good football as you speak English? Not so good. لعبتك الفوتبول مثل حكيتك انجليزي ولا لا؟ كله بالفوتبول احسن. But football, yeah, better. Yeah. You're the trainer or the coach? He didn't get it. Sahand. Yeah, like this, helping. You're helping? Yeah. And are you going to win today? Maybe. Okay, thank you. What do you think? I think no. Yeah. Yeah. No. You win? We win. Yeah. You win? I win. How much? Yeah. 5-0. 5-0? How much you gonna score? 21. How much? 5 goals. 5 goals? Yeah. I'm also. Okay. Very good. Success. 21. Ik ben de begeleider. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik samen met Jan Houtman zorg dat de kids en de volwassenen elke dag een leuke activiteit hebben. Dus lekker bezig zijn en lekker sporten. Waaronder voetbal? Waaronder voetbal. Voetbal is universeel, zou je zeggen. Ja. Is ook. Je hoort vaak wat slechte dingen over voetbal en zo, maar voetbal verbindt wel, toch? Voetbal verbindt. In principe, mensen denken, ja, voetbal is een hele makkelijke sport om te verbinden. Maar in principe verbinden alles waar je speelt en waar je even uit je hoofd bent, is vooral voor deze mensen helemaal top. Ja, maar voetbal is wel, heeft wel iets extra's. Ja. Kunnen ze een beetje voetballen? Ze kunnen zeker voetballen. We hebben gisteren nog een toernooi georganiseerd voor 60 jonge mannen. Ja, dus het waren de volwassenen. En dat is gewoon plankgas. Wat een mooie actie. Ja, schitterend. Het is helemaal vol sportpark. En alle mensen die in 4 dagen tijd van alles op poten zetten om geld op te halen. Echt super om te zien hoe je in zo'n klein dorpje in 3 dagen wat je dan voor elkaar kunt krijgen. Ja, en heel veel mooie opkomst. Het komt natuurlijk door het mooie weer. Dat is ook ongelooflijk, toch? Ja, je krijgt misschien het weer wat je verdient dan op zo'n dag. Dus dat, daar zijn we heel blij mee. Want ik zie veel BN'ers. Nou, die moeten ook maar hier naartoe komen. Ja. Want wie heb je gespot? Goed. Ik heb het contact vooral met Johnny de Mol gehad om het hier vandaag te regelen. Zij hebben een wedstrijd met het sterrenteam tegen een gulden donateur. Ja, maar ik bedoel, wie zijn? Ik heb Charlie Luske gezien, ik heb Twan van Peperstraat gezien. Steven Brunswijk is volgens mij. Nathan de Rutjes. Nathan Rutjes, Regilio Vrede, Glenn Helder. Volgens mij. Mooie namen. Ja, dat is de kers op de taart voor een hoop publiek, denk ik. Dus maar het is ook nodig, zo'n actie, hè? Ja, nee, het is super. We weten, super nodig. We weten waar we dit... Het is eigenlijk een droevige gebeurtenis waar we dan toch iets van proberen... Ja, we proberen ons best te doen om er toch iets aan te doen. Ja, het zijn volgens mij 2 dingen. We proberen hier vandaag een hele mooie donatie op te halen. En een tweede is dat we eigenlijk ook onze Syrische vluchtelingen, onze buren, een mooie dag willen geven. En die 2 dingen samen. Want die Syrische vluchtelingen die spelen ook bij DVG? Ja, er zijn een aantal kinderen die meetrainen. Ze hebben wel eens met de groep hier getraind, van de velden gebruik gemaakt. En dat is eigenlijk altijd... we zijn altijd heel blij geweest. Mooi dat zoiets kan, dat jullie daarvoor openstaan. Ja, maar dat vind ik heel normaal. Dus zitten er nog talentjes bij? Volgens mij wel. Ik heb ze nog niet zien voetballen, maar volgens mij genoeg. Hoe belangrijk is vandaag zo'n actie voor jou? Nou ja, dit is het allerbelangrijkste. Want
Ik sta in het leven dat we er voor elkaar moeten zijn. Dat heb ik van mijn omaatje geleerd. En dat probeer ik altijd te dragen. Niet de woorden gewoon te gebruiken, maar ook echt uit te voeren. Je moet er gewoon voor elkaar zijn als we elkaar nodig hebben. Niet mooie woorden gebruiken. Nee. Wil je de mensen nog even uitleggen waarom, wat er gebeurt in de wereld? Ja, ik hoef eigenlijk de mensen niet uit te leggen wat er in de wereld gebeurt. Dat is duidelijk te zien wat in Turkije en Syrië aan de hand is. En ik heb tegen mezelf gezegd, we gaan ook niet praten over die mensen daar. We gaan praten over onze mensen. Dit zijn onze mensen die op hetzelfde aardbol leven als wij, als jij en ik. Dus onze mensen, die hebben het gewoon moeilijk. En die gaan we gewoon helpen. En dat doen we met sport. Voetbal, lekker potje voetbal. Hollandse kan het bijna niet, maar wel heel duidelijk en leuk. En Nathan, ja. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Mooi dat je er bent. Voor ontvangst. Mooi dat je er bent. Belangrijkste dag is vandaag. Ja, ontzettend belangrijk. Kijk, we worden natuurlijk allemaal geconfronteerd met de beelden. En deze wedstrijd is vrij ad hoc. Maar als je dan ziet wat iedereen ervoor doet om vandaag hier te zijn, dan kunnen we toch wel stellen dat we een bijzonder volk met elkaar zijn. En dat we altijd oog hebben voor dit soort momenten. Ja, het is mooi om te zien dat voetbal toch over de hele wereld mensen bij elkaar brengt. Mensen dichter bij elkaar brengt. Ja, de bal verbindt altijd, hè. En we hebben natuurlijk nu met het sterrenteam sowieso natuurlijk veel projecten waarin we wedstrijden spelen. Maar ja, voor deze maken we natuurlijk een uitzondering om te kijken hoeveel we daar voor bij elkaar kunnen krijgen. Ja. En kunnen ze nog een beetje voetballen? Nou, ik ben heel erg trots op mijn ploeggenoten. We worden allemaal wel een dagje ouder. Maar ik denk dat het voetbal en de kwaliteit vandaag ondergeschikt is aan waarvoor we hier vandaag zijn. Dankjewel, veel plezier. Ja, dankjewel. En succes. Hè. Ja, zelden. Oké. Ja, leuk man. Ja. Oké. Ja. En hebben jullie al gespeeld, mannen? Nee. Ga je nog spelen? Ja. Over 20 minuten moeten we spelen na deze wedstrijd. Oh ja. Tegen wie? Ja. Tegen die andere jongens van Velderen. Ja, oké. En gaan jullie winnen? Niet belangrijk eigenlijk, hè? Nee, doen we voor het goed doel, hè? Zo is het. Dan komt alles goed. En wie is nou een redelijke voetballer bij jullie? Ja, hier, de aanvoerder. De aanvoerder. Hallo. Ja, je moet ook het woord doen. Nou ja, wat moet ik zeggen? Ja, wat gaat het worden vandaag? Laten we hopen op een vriendschappelijke, eerlijke wedstrijd. Dat zo is het belangrijkste. En waarom spelen jullie vandaag hier? Weet je dat? Ja, voor hier op 5-5 met de aardbeving in Turkije. En Syrië. Belangrijk doel. Om geld ervoor op te halen, ja. Ja, dus de uitslag is eigenlijk niet zo belangrijk. Nee, zeker niet. De enige uitslag die belangrijk is de uitslag hoeveel centen we ophalen, toch? Precies. Charlie. Ja. Hi. Heb je er zin in? Jazeker. Ja, het is natuurlijk niet een hele leuke omstandigheid, maar het is wel goed om even iets te kunnen doen. En, toch? Voetbal is altijd leuk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Voetbal verbroedert, hè? Ja, sowieso. En we hopen een beetje geld op te halen. En het is misschien wel een druppel op de gloeiende plaat, maar we moeten gewoon even doen wat we kunnen. En wat hebben wij gemist aan Charlie Luske als voetballer? Wat hebben jullie aan mij? Nou, er is niet heel veel gemist aan Charlie als voetballer, hoor. Dat ga je straks eventjes zien. Ik breng meer gezelligheid dan... Ook belangrijk. Ja, is ook belangrijk. Nee, daar ligt niet mijn talent. Nee. Ja. Wil je mensen even oproepen, misschien in de camera, of om iets te doen? Ja, jongens, je weet allemaal, Giro 555 kun je doneren wat je hebt. Alle kleine beetjes helpen. Twan, mogen we jou even een korte vraag stellen? Dat is goed. Twan, we zien jou nou van de andere kant. Ja, dat is een keer wat anders dan praten over voetbal. Ja, het zelf doen. Maar ik zou zeggen, verwacht er niet zoveel van, hoor. Dat praten gaat maar ietsje makkelijker af. Ja, ik moet zeggen dat ik ook niet zoveel van verwacht, hoor. Maar... dat is dan jammer weer, maar goed. Maar ik verwacht wel een mooie opbrengst, daar gaat het om. Ja, kijk, en dat is eigenlijk het leuke. Wij zijn pas afgelopen vrijdag gebeld van, kunnen we even snel een team bij elkaar krijgen? Bedrijven die gaan bieden erop. Nou ja, en eigenlijk is het mooie dat dat ook gedaan is. Dus dat vinden we alleen maar leuk. En ja, die beelden die we allemaal hebben gezien de afgelopen dagen, die spreken voor zich. Dus laten we hopen dat het een heel mooi bedrag gaat worden uiteindelijk. Ja, het is belangrijk, hè? Ja, dit is wel iets anders, ja. Want wij worden wel eens vaker gevraagd om een keer ergens te spelen. Vaak een beetje commercieel van aard. Maar dit is veel tastbaarder. En dit doen we met alle plezier. Hoe belangrijk is het vandaag om...
deze wedstrijd of deze actie te doen? De wedstrijd aan zich is niet belangrijk. Nee. Het gaat meer om de sfeer die er is. We hebben een lekker weertje en het doel wat erachter zit. Dat is belangrijk. Kun je er nog iets over, we weten het wel, maar kan je er toch nog iets over vertellen? Ja, wat kan ik erover zeggen? Weet je, ik kom hier uit de buurt. Weet je? Dus voor mij is dit een wedstrijd die ik sowieso zou spelen. Tuurlijk, agenda zit er van iedereen vol. Maar als je de beelden ziet en je kan een steentje bijdragen, kijk, geld geven, ja, oké, dat spreekt voor zich. Voor iedereen die het kan missen. Maar als je daarnaast ook nog een wedstrijdje kan voetballen waar mensen kunnen doneren. En we hebben een bepaalde naam in Nederland. En als we allemaal samenkomen, zijn er een paar bekende mensen bij elkaar. Het is toch leuk voor de buurt hier. Als je dat kan doen, weet je, ja, dan doe je daar gewoon mee. Ja, zo moeilijk is het niet. Nou, ik vind het mooi. Ik ook. En een prettige wedstrijd en hoop dat we veel op gaan halen. Gaan we zeker doen. We gaan ervoor. Yeah! Zo is het. Warm lopen, jongens. Het gaat echt heel erg goed. We hopen dat we deze ook nog allemaal verkopen. We hebben ook nog een prachtige kalender. Zo. 555, want dat is waar we het voor doen. Giro 555. En kunnen de mensen iets bij jou kopen? Of, Ja, je kan je gratis pakken en als je wil kan je doneren. Oké, nou dat is duidelijk. Nou, je hebt al flink wel opgehaald. Ja. Waar is Johnny? Johnny, we zijn vandaag aanwezig in kleine BN'er, grote BN'er, zeg het maar. Maar ik wil een heel groot applaus voor deze grote man, Johnny de Mol. Nou, dat is allemaal hartstikke aardig, maar ik denk dat het applaus toch... andere toekomt. Ik heb wel begrepen dat Liemte bekend staat om dit soort acties. Als het er moet, dan staan ze er. Als we moeten, dan staan wij er zeker. Nou, dit is een heel mooi lichtpuntje, als ik het zo mag noemen. De afgelopen week allemaal de beelden gezien, denk ik. Die zijn bij ons allemaal binnengekomen. Wij zijn vandaag en gisteren op pad geweest. We hebben gesproken met mensen die familie hebben in de getroffen gebieden. Dan word je wel even met de neus op de feiten gedrukt. Waar een telefoontje op donderdagmiddag toe kan leiden. Afgelopen dagen zijn we hier met Mannacht in de weer geweest om eigenlijk een mooi evenement neer te zetten. Enerzijds om een hele mooie donatie op te halen voor Giro 555. En anderzijds om de Syrische jongeren een mooie middag te kunnen bezorgen. Nou, en ik ben blij dat ik kan vertellen dat volgens mij beide gelukt is. Dus ik zou jou graag het resultaat van vandaag willen overhandigen. Neem jij hem van mij over? Ik neem hem van jou ja, over. Ik zal er even eentje wegzetten. Ja. Oké. 25.571 euro. De stand tot nu toe, er mag nog steeds gedoneerd worden. Ja, ik heb er geen woorden voor. Dank jullie wel allemaal dat jullie hier zijn. Ik zou heel even het woord kort willen geven, Omar, aan jou. Omar is een vriend van mij, komt uit Syrië, kent het getroffen gebied. Omar, zou jij even wat willen zeggen, alsjeblieft? Heel erg bedankt allemaal voor jullie steun en help en kijken naar onze Syrische en Turkse mensen. Dankjewel Omar. Goed, dan gaan we voetballen. Ja. We gaan allemaal voor het goede doel. Alle donaties zijn welkom. Thank you.
niet toch wel serieus geworden. 2-0 voor het sterrenteam. Dat is een mooie actie. Wij zijn afgelopen dagen in contact geweest met veel Syrische mensen, veel Turkse mensen die families hebben in de getroffen gebieden. En dan ben je toch ook op zoek naar lichtpuntjes, hè, naar houvast. En dan is zo'n dag als vandaag waar mensen komen om het verhaal te horen, om erbij stil te staan, maar ook om centjes op te halen. Ja, dat is dan toch wel heel mooi. Daar zijn we toch dan wel heel goed in met z'n allen, om, als het moet, om dan voor elkaar te staan. Maar het is wel belangrijk om ervoor te gaan staan dat de centjes en de hulpgoederen op de juiste plekken komen. Zeker in Syrië, want dat is een heel lastig verhaal daar. Ja, want ik las net even op mijn telefoon dat de Verenigde Naties die gaan richting 50.000 doden inmiddels. Daar is het nog niet, maar daar vrezen ze. Ja, zo'n grote ramp is er volgens mij op deze schaal hele lange tijd niet geweest. Dat zijn het aantal doden. Dan hebben we het over miljoenen mensen die dakloos zijn. Het is daar koud nu. Want het gebied is zo groot als? Ja, groter dan Nederland. Ja, Zuid-Turkije en Noordwest-Syrië. Dat ja, waar het maar de grootte kun je vergelijken met? Groter dan Nederland, ja. De helft van Amerika. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Dat kan je niet voorstellen. Dat kan je niet voorstellen. En het is daar koud nu, mensen zijn dakloos. Ja. Mensen zijn op zoek naar onderdak, naar eten, naar medicijnen. Dus ja, soms dan moet je even met z'n allen de schouders eronder zetten om zoiets te doen. Maar dan komt daar aandacht voor. En die is nu heel belangrijk. Maar die is over een week, als de actie afgelopen, misschien nog wel veel belangrijker. Ik heb begrepen dat er in 7:30 ook iets te gebeuren staat. Ja, woensdagavond staan alle programma's in het teken van deze ramp. Ook 7:30. S'avonds is natuurlijk de grote Giro 555 uitzending. En daar, daar zul je ook deze beelden allemaal zien. Ja. Precies. Nou, ik wens jou heel veel sterkte. Dank je wel. Heel veel succes. Ja. En dank je wel.